Een sterke economie begint met sterke werknemers. Daar zijn we in Noord-Brabant heilig van overtuigd. Niemand draagt die visie beter uit dan de Brabants beste. Deze groep Brabants ondernemers werd een jaar geleden benoemd tot ambassadeurs voor innovatief werkgeverschap. Ze gaan op sociale en slimme manier met hun medewerkers om. Zo stimuleren ze hen om hun talenten maximaal te benutten. Dan komt het werkgeluk en de innovatiekracht ten goede. En het zorgt voor een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid. Hoe zij dat doen? Door te werken aan sociale innovatie en inclusief werkgeverschap. Sociale innovatie heeft alles te maken met vernieuwingen op de werkvloer. Medewerkers krijgen een belangrijkere rol binnen het bedrijf. Dat verhoogt het werkgeluk en de productiviteit. Neem bijvoorbeeld Deventer Profielen uit Breda. Directeur Patty van Broekhoven betrekt haar werknemers bij het veranderen van bedrijfsprocessen. En Rob Hoppenbrouwers laat de werknemers van zijn autoherstelbedrijf in zelfsturende teams werken. Veel andere Brabants beste doen hetzelfde. Andere ondernemers vinden het belangrijk dat iedereen bij ze terecht kan. Een arbeidsbeperking of een langdurige werkloosheid zijn geen onoverkomelijk probleem. Zo ook Jan van der Broek van kunststofproducent Matzek Technica in Os. Hij neemt regelmatig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Bij schoonmaakbedrijf Gasconje Groep van Hans Rijmakers komt zelfs 80% van de werknemers uit een uitkeringssituatie. Samen werken deze Brabants beste aan een sterkere en socialere Brabantse economie. Door hun ervaringen te delen, inspireren ze andere Brabantse ondernemers om hetzelfde te doen. Dat doen ze onder meer met workshops, bedrijfsbezoeken en mediaoptredens. Zo bereikten ze het afgelopen jaar honderden Brabantse ondernemers. En dat werkt. Veel Brabantse ondernemers nemen het goede voorbeeld over. In 2015 sluiten 8 nieuwe innovatieve werkgevers zich aan bij Brabants beste.